voorzitter van onze christelijke oranjevereniging Bunschoten Spakenburg en Imdijk, niet te vergeten natuurlijk. Twee dingen. Eerst even terugkijken naar 2016. Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou, wij hebben het ervaren als een heel goed jaar. Ondanks dat het toch een beetje minder weer was, hebben we toch een hele goede dag gehad. En alle activiteiten die we ervoor hadden, ook met de kinderen, maar ook met onze verenigingsavonden, allemaal druk bezocht. Dus ja, wij kijken terug op een goed jaar. Een van de dingen die natuurlijk best wel belangrijk is, is het verschil geworden tussen Koninginnen en Koningsdag. Hè? Je hoort dat nog wel, Koninginnensdag. Hè? Heeft dat voor jullie ook verschillen gegeven in zeg maar, je planning, in je organisatie? Nee, wij zijn gewoon op dezelfde voet doorgegaan. Want zoals de koning aangegeven heeft, hij wil meer vrijheid erin. Nou, die vrijheid die hebben wij erin. Het is niet echt het koekhappen van ons. Wij hebben op een andere manier. En eigenlijk op een manier, denk ik, zoals de koning dat ook graag ingevuld wil zien worden. Nou heb je voor 2017, ik heb deze week een prachtige brief gehad van jullie en daarbij een pasje. Is dat een vernieuwing in jullie systeem van zeg maar lidmaatschap? Ja, wij zijn 3 jaar terug zijn we ermee begonnen. En dus we zijn nu begonnen met ons nieuw pasje. Het pasje is 3 jaar geldig. Staat er bovenop, 17, 18 en 19. En we hebben in vergelijking met de vorige pas, we hebben nu 2 sponsors erop staan, Bekersurf en Stolle. En ja, die hebben dus dat pasje voor ons gefinancierd. Want je moet niet vergeten, een pasje kost echt heel veel. Want we hebben 1400 gezinnen die lid zijn, die moeten allemaal een pasje hebben. En dat elk jaar, en dus wij doen het 1 keer in 3 jaar, dat betekent dus dat we de kosten van 3 jaar op 1 jaar hebben. Dus dat pasje kost ons maar 1 keer een bedrag. En daarvoor hebben dus die sponsors echt op een pasje staan. Een hele andere, ja, als ik naar je kijk, jullie zijn als bestuur in een fantastische mooie outfit. Is dat ook gesponsord geworden? Ja, onze pakken, ook dit jaar, die oude pakken die waren 10 jaar oud. En we hebben met Veldermolen hebben een hele mooie deal kunnen maken en die heeft ons daarin een stuk gesponsord. Daarvoor natuurlijk onze grote dank. En daarvoor hebben wij dus een heel mooi, ja, zeg maar, koningsblauw pak. Hebben we vanavond mogen tonen hier. En we hebben nu voor het eerst aan. Voor 2017, wat hebben jullie op programma? Kun je daar iets van zeggen? Nou, het programma dat zal hetzelfde wezen in grote lijnen als voorgaande jaren. Er is 1 wijziging. En dat betekent dat de kleedjesmarkt, die gaat van de Spuistraat, zijn we mee bezig om die richting de Zielde neer te zetten. En dat helemaal vol te zetten met spellen en met alle kleedjes. En zodat dan de Spuistraat vrij blijft. En natuurlijk ook op het Spuiplein allemaal spellen. We willen dat gaan uitbreiden. Jij is heel veel sterkte toegewenst voor het komende jaar. Ja, ik ben blij dat je dat doet. En het mooie daarnaast is nog, ik sta in de schoenen, ook onze schoenen zijn gesponsord. Dus wij zijn eigenlijk helemaal gesponsord, maar je ziet nergens wat staan. En dat is weer de Broekhuizen, dus zo gaat het maar door. Dankjewel.